oversterfte. We hebben een paar dagen over gehad. Ja. Waarom gaan ze dan niet eens weer goed onderzoek naar? Nou ja, dat is raar. Omzicht roept daarom. Ja. Want je geeft dus die groep gemeenten die overal spookverhalen bij bedenkt, die geef je weer de ruimte om gekke verhalen rond te strooien. Ja, maar je weet niet of het spookverhalen zijn. Je weet niet of het mee kan spelen, vaccinatie. Dat weet je ja, maar naar Willem de dansleraar luister ik niet, hoor. Nee, maar goed, ik bedoel, het is toch raar dat er zoveel oversterfte is. Dat is toch heel opmerkelijk. En weet of je dat verhaal van Leon de Winter nog had gelezen aan de Telegraaf? Dat Engeland heeft dus gewoon volledige onschendbaarheid aan Pfizer verleend. Ja, dat er geen enkele verantwoordelijkheid was als er eventueel bijwerkingen zouden zijn. India heeft dat ook als verzoek gekregen. Die hebben het geweigerd. Daarom is Pfizer daar niet gebruikt als vaccinatie. Het zijn wel aparte verhalen. Dus als je het uit de wereld wil helpen, ja, zou je het moeten gaan doen. Nee, maar dus alle aanleiding om de bevolking een goed overzicht te geven wat de reden kan zijn. Ja. Maar het gek is nu, dus was unaniem was de Kamer voor dat onderzoek. Dat is nog steeds niet uitgevoerd. Nou is er een organisatie die de subsidies verleent. Er gaat nu de komend jaar gaat er dus wel onderzoek plaatsvinden, behalve naar de vaccinaties. Want het plan wat daarvoor ingeleverd is, is niet voldoende. Dus ze gaan dus wel kijken of de zorg te veel druk had op dat moment, of dat mensen met depressiviteit zaten, of dat ze in andere situaties zaten. Alleen de vaccinaties worden daar weer niet onderzocht. Maar dat is dus onbegrijpelijk, want dan krijg je dus dat Leon de Winter dus verhalen schrijft, dat die dansleraar ermee aan de gang gaat, en dan er best wel veel mensen die wel naar hem luisteren. Dat geeft zoveel onrust. Dus het is onbegrijpelijk als ze dat niet goed uitzoeken. En die omzet die vraagt heel lang om gegevens over de vaccinaties. Die krijgt hij niet, want het zou met privacy te maken hebben. Maar dan hou je dit maar. Ja, als ze het niet weten en ze willen het niet geven, dan is dat privacy. Ja. Ja, er wordt dus gezegd dat er niet mag worden gekeken of mensen tests hebben gedaan of vaccinaties hebben gehad. Ja. Als ze gestorven zijn. Dus dat mag niet naar buiten komen op basis van de privacy. Dus dat is best opmerkelijk. En wat je zelf zegt, ik bedoel, jij gelooft het niet in, maar je kan het beter maar zeker weten. Oh ja, natuurlijk. Nee, maar je snoert ook al gek in de mond. Als je met Dat merk ik dus. Die zit hier van de week ook weer. Die had een stuk geschreven in de Telegraaf. Ja. Gifspuit of COVID. En die had de Volkskrant over zich heen gekregen. Allemaal mensen die boos waren. Hoe die het linkse krantje heeft een bloedhekel aan wie het, hè? Ja, nou, dat ook. Maar ook het feit dat je over na wil denken. Dat je erover wil praten. Dat is wel heel pittig allemaal. Ja, maar die boosheid moet ze dus niet zozeer richten op een Wierduk die dat stuk schrijft. Maar op de overheid die belemmert dat goed onderzoek wordt gedaan. Zodat je antwoord kan geven. Zolang je dat niet doet, blijf je die verhalen houden. Het is toch zo logisch wat we nu hier constateren? Waarom doet een overheid dat dan niet? Dat is er zo. Ja, dat ga je afvragen. Is het